cadeautje aan de stad. De Rue Paré community. Ja. Een wederzijds ondersteuningstraject van initiatieven die informele zorg leveren. Veel van die initiatieven staan een beetje spagaat. Dus die moeten met heel weinig middelen topprestaties leveren. En het ongelukkige is dat veel van die initiatieven op eilandjes verblijven. En elke keer hetzelfde wiel uitvinden. Maar er is ook geen sfeer en cultuur waarin je elkaar opzoekt. En faciliteiten, voorzieningen, kennis, netwerken met elkaar deelt. In plaats van dat we elkaars bondgenoot zijn, zijn we elkaars concurrent. En hoe leer je nou dat met elkaar af? En dus daar hebben we een wederzijds leerproces zijn we gestart. Door netwerkbijeenkomsten te organiseren. En die vinden hier plaats, hè, vaak met een diner of met een ontbijt. En we zijn begonnen om te zeggen van nou, laten we nou eens met elkaar kijken waar we goed in zijn. Wat is nou die meerwaarde wat wij leveren aan de stad? En dat hebben we aan de hand van het schilderij gedaan. Links is een bootje en ieder initiatief in de informele zorg vertegenwoordigt dat bootje. Je moet weten als je naar dat eiland, hè, dat is jouw ideaal, dan moet je weten wat je aan boord hebt. De meeste initiatieven zijn experts in het vroeg signaleren. Dus ze hebben meestal vertrouwensnetwerken in de wijk of in de gemeenschap opgebouwd. En herkennen de knelpunten en dilemma's waar medebewoners mee kampen. En wat hen hindert deel uit te maken van de samenleving in de stad Amsterdam. Veel mensen zijn zo daas dat ze eigenlijk wel een hulpbehoefte hebben, maar geen hulpvraag. De informele zorgleveranciers die zijn ontzettend goede luisteraars. Ja, dus die luisteren zo dat ze helpen het verhaal van de ander te ordenen. Nou, dat is al empowerend, maar dat is vaak ook het stapje om, of de noodzakelijke stap om een beroep te doen op het professionele hulpverleningscircuit. Nou, aan de hand van dit schilderij hebben we ook een analyse gemaakt. Niet alleen wat van goud we op dat bootje vervoeren, maar ook welke risico's we lopen. Eén ding wat heel erg nadrukkelijk naar voren kwam, is van we zijn eigenlijk niet zo goed in de samenwerking met elkaar. Dus dat is een heikel punt, wat we nu collectief hebben benoemd. En waarin dus ook de opdracht zit van in plaats van elkaars concurrent moeten we elkaars bondgenoten zijn. En hoe vul je nou dat bondgenootschap in? Dus in plaats van één bootje krijgen we een Arnado van bootjes die allemaal de juiste koers varen. Dat is de insteek. Aansluitend bij de ambities die het nieuwe college heeft geformuleerd in het collegeakkoord, nieuwe lente, nieuw geluid, betekent wel dat we met elkaar andersom moeten gaan. En we moeten iets nieuws leren. Leren om als bondgenoot, een vanzelfsprekende bondgenoot, te functioneren. Tussen al die bewonersinitiatieven, maar ook tussen bewonersinitiatieven en professionals. Tussen bewonersinitiatieven, professionals en vertegenwoordigers van de lokale overheid. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Dus dat kost tijd. Wat het mij persoonlijk heeft geleerd, mensen verlangen hiernaar. Het is echt de verademing als je dat proces ingaat. En dan, het is alsof er een last van je afvalt. Want het is heel vermoeiend om elkaars concurrent te zijn. Het is prettiger, fijner om elkaars bondgenoot te zijn.